Hey allemaal, ik ben Manny en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En misschien weten sommigen van jullie het wel. Ik heb vorig jaar in de boektrailer van dit boek gespeeld. Mila zit hier ook op de cover. En daardoor heb ik Mel Wallis de Vries leren kennen. Echt een super aardige schrijfster. Dit is Mel. En echt onwijs leuk. Vorig jaar was er een musical van het boek Vals. En dit jaar is er dus een musical van het boek Shock. Mel had ons uitgenodigd om te komen kijken bij de eerste doorloop en bij de première van de musical. En in deze video ga ik daar wat meer over vertellen. Ga ik beelden laten zien, liedjes. Ik heb ook nog de cast geïnterviewd. Onder andere Britt Scholten, die ken je misschien wel. En heel de cast. En Mel Wallis de Vries zelf. Dat is onwijs leuk. Ik ga vertellen hoe het allemaal is verlopen. En dan gaan jullie het vanzelf zien. Als eerste gingen wij een paar weken geleden kijken bij de eerste doorloop. Daar waren dus alleen maar de mensen van de musical bij. Mel was erbij en Mila en ik waren er ook bij. Nou ja, wij gingen daar dus heen. Ik sta nu op het punt om te vertrekken naar Amsterdam, want daar ga ik dus kijken bij de repetitie van de musical Shock. En ik ben heel erg benieuwd, want ik ben naar de vorige musical geweest en die vond ik onwijs leuk. Dus nu gaan we een stukje van de repetitie zien. Ik mag daar waarschijnlijk niet filmen, maar daarna ga ik nog wel eventjes de cast interviewen. Dus wordt vanzelf al leuk. Kijk maar even mee. Mila hier. Hallo. En Mila heeft bijna 3000 abonnees. Ja. Abonneer allemaal eventjes, jongens. Bijna 3000. En nu moet je goed opletten, want ineens kwam er een rare oude man achter ons staan. Ik heb echt geen idee. Oh my god. We kwamen daar aan op de locatie in Amsterdam, waar ze dus repeteren. Er zat ook nog een kantoortje van het theater die dit allemaal produceert. En daar hingen ook nog allemaal andere posters van musicals die ze eerder hebben gedaan. Ook heel erg leuk om te zien. Allemaal foto's hingen er aan de muur. De repetitieruimte. Met Mila. Hi. Toen kregen wij de eerste doorloop te zien. En daar mochten wij verder niks van filmen. Dat was natuurlijk nog een beetje geheim. En natuurlijk was nog niet alles helemaal klaar. Het was wel ontzettend gaaf om te zien. Want je zit echt een meter afstand van die mensen. En je ziet die emotie zo goed. En het was heel erg bijzonder. Ze hebben nog wel wat liedjes speciaal voor ons gezongen. Dus er komen nu een paar kleine stukjes van een paar liedjes uit de musical. Doesn't kill you, makes you stronger. Doesn't kill you. Leuke vraagje gesteld aan de cast. Nou, ik vond het onwijs echt heel erg leuk om te zien. Het was super echt gespeeld. En jullie natuurlijk gespeeld in de vorige musical, Vals. En wat vonden jullie stiekem leuker om te doen eigenlijk? Oh, dat is moeilijk. Heel moeilijk, zeker. Ja, maar het is sowieso heel moeilijk, want het zijn hele andere soort verhalen. En het zijn andere karakters die we nu mogen spelen. Dus dat is heel moeilijk vergelijken. En we hebben natuurlijk nog niet op het toneel gedaan. Dus we hebben dat nog niet met die effecten en zo gewerkt. Ja. En, dus we kunnen dat nu nog niet vergelijken. Ja. En ik vond het met Vals heel vet wat we hadden. Dat er een lamp heel hard viel of er een geweer afging. En ja, dat weten we nu nog niet hoe dat gaat zijn in theater. Maar ja, ik moet zeggen, ik denk dat het allebei tof. Ja, het is allebei tof. Ik moet wel zeggen, dit verhaal, dat pakt me op zo meteen. Het is emotioneel. Ja, het is emotioneel. Ja. En dat vind ik heel erg vet. Het is wel, we hopen op snotteraars in de zon. Het zal vast wel gebeuren. Wat vonden jullie ervan dat er dit keer echt publiek kwam kijken? Doodeng! Dat was echt spannend. Ja, dat ook al weinig mensen zijn. Ja, maar
maar misschien daarom juist. Het is een hele veilige ruimte. Zo in je repetitielokaal, wij zijn met z'n allen. En Fons en Rianne. En dat is waar je mee repeteert. En nu ineens komen er allemaal mensen, dat zijn dan de buitenstaanders, om het zo even te beschrijven. Die ineens komen kijken van, wat hebben jullie eigenlijk gedaan de afgelopen weken? En dat voelt wel ineens als, ik moet presteren. En er wordt af en toe gelachen om een grapje. En denk je, oh ja, er zit dat is heel erg wennen. Oh, dit is grappig. En ook heel dichtbij. Iedereen kan het ook echt aankijken. Ja. Maar heel weinig en met mensen. Dit licht ook. Ja. Als je op het podium staat, dan ben je toch zo ja, en donker. Niemand het is best klein, zeg maar. Dus we zitten echt wel een meter van die mensen van, hallo, ik speel hem heel intiem. Ja. En als jullie voor één dag een andere rol zouden mogen spelen, welke zouden jullie willen spelen? Bo. Lily. Lily. Ja, ik zou voor één keer Mabel willen zijn, omdat Mabel heel grappig is, vind ik. Ik zou Anouk denken. Het is niet zo, zeg maar, dus het komt niet over. Maar... Jawel, het is echt grappig als je met die koffer met die koffer. Ja, dat is wel echt grappig. Dat vind ik ook heel leuk. Ja, maar eigenlijk denk ik dat we wel tevreden zijn met de rollen die we nu allemaal hebben. Ik vind wel dat iedereen er goed op past. Ja, het had niet anders moeten zijn. Nee. Ook. Vind ik ook. Mooi. Yes. Wat vonden jullie de moeilijkste scène om te doen? Met al persoonlijk iets anders, denk ik. Ja, het is heel lastig. En ook omdat het, alle scènes heel snel schakelen op elkaar. Dus ben je ineens En het nice. Zijn heel veel flashbacks natuurlijk. Dus je gaat de hele tijd, moet je opeens weer in emotie. En dan ga je er weer uit en erin. Het is allemaal best wel lastig. Het begin is moeilijk zo. Het is altijd moeilijk om de start in te komen. Het begin is altijd, je moet er meteen op zijn. Dat is echt even zoeken. Maar. Ja, laat ze natuurlijk helemaal in je rol. En, en die dagboekfragmentjes, dat is zo open en puur eigenlijk wat je moet spelen. Dat is best wel, het is niet, je bent alleen aan het woord. Het is echt een monoloogje. Iedereen let echt op jou alleen. Ja, en je moet dat allemaal overbrengen. Je hebt geen reacties van mensen om je heen. Dus dat is wel ook wel een uitdaging. Ja. Dan de standaardvraag. Waarom moet iedereen naar deze musical komen kijken? Ja! Ja! Spannend is. En emotioneel. En heel vet. Er zitten hele coole mensen in. Het decor is heel tof. Er zitten hele coole mensen in. Echt, alles is tof. Ja, ze zijn toch best wel cool met z'n. En het is ook een beetje grappig ook nog. Ja. Ook nog. En het mag voor CKV. En het is helemaal anders dan andere voorstellingen, vind ik ook. Ja. Het is geen standaard. Nee. Geen happy... Nee. En de muziek is goed. Het is heel en het is spannend. Smirkies. En het is spannend, want er zitten echt schrikmomenten in. En dat is wel echt leuk als je het niet verwacht dat je ineens zo in jezelf dat effect krijgt. En het is heel leuk dat het gewoon een combinatie met spel en zang is. Ja, dat is altijd bij een musical. Maar gewoon, het geeft wel extra iets, zeg maar. Dus kom allemaal even kijken naar Musical Shock. Yes. Hartstikke leuk. Toen hebben hun in een paar weken daarna nog lekker gerepeteerd voor een musical. En toen was het eindelijk zover, de première. En daar had ik ontzettend veel zin in. En daar ging ik natuurlijk ook weer samen met Mila naartoe. We zijn in Nieuwegein, hier achter het theater. Yes. Er zijn allemaal planten op het dak, zo ziet het heel erg leuk uit. We zijn heel erg benieuwd. En laten we naar binnen gaan. Let's go! Wow. Kijk uit een auto! Bijna aangereden ook. Toen daar binnenkwamen kregen we een blauwe envelop met een kaartje erin. Ook kon je op de foto gaan om op de nieuwe koffer van Mel haar volgende boek van volgend jaar te komen. Dus dat kan je ook doen als je naar zo'n musical gaat. Dan staan daar fotografen en die kunnen een foto van je maken. En dan kan je meedoen in de selectie om op het volgende boek te komen. En dan kan je misschien, net zoals Mila, ook op zijn boek komen te staan. Echt ontzettend gaaf. Dus stel je lijkt het leuk, kan je dat doen. Je kan het volgens mij ook gewoon via de website van Mel doen als jij niet naar de musical gaat. Ook Mel, haar nieuwe boek, komt deze maand nog uit. En die kreeg ze daar voor het eerst te zien met de cover en het nieuwe bandje eromheen. Want er zit ook een nieuw bandje omheen. Die ringen ze samen met Jade van het kanaal Just Jade. Misschien ken je die wel. Uitpakken, want die heeft ook in de vorige trailer gespeeld van dit nieuwe boek dus. En wat misschien ook wel leuk is, hou mijn kanaal eventjes in de gaten. Want ik ga een winactie doen met een paar boeken daarvan. Dus let goed op. Hij is echt super gaaf! Toen kwamen we in een volle zaal. Er was familie, waren andere vloggers, waren fans van Mel. Dus er hing een groot doek naar beneden waarop stond Shock the Musical. En toen maakten ze ook gelijk iets bekend wat nog helemaal niet bekend was. Dat er namelijk volgend jaar weer een nieuw musical komt. Alleen dan van dit boek van Schuld. Dus dat is ook weer heel erg leuk. Ik kon tijdens de musical natuurlijk niks filmen, maar...
natuurlijk was er een slotapplaus. Mensen waren super lang en super hard aan het klappen. Ze kregen een bloemetje, want ze hadden natuurlijk ontzettend goed gedaan. Toen ging iedereen uit de zaal, alleen de pers en de vloggers die mochten blijven. Nou ja, wij bleven daar dus eventjes in de zaal. We mochten op het podium de cast interviewen. Dat is ontzettend leuk. Eerst gingen alle professionele grote fotografen, die gingen even allemaal foto's maken van de cast. En toen mochten wij ook nog een paar vraagjes stellen aan wat castleden. Nou, de première is geweest. Hoe is het gegaan? Supergoed! In ieder geval, ik ben heel erg blij. Ik ben zo trots op iedereen, op techniek, op de regisseur, op onze spelers, maar ook op het decor. Snap ik helemaal. Decor deed ook mee. Was heel gaaf om te zien. Ja. En hoe leef jij je in een rol? Lijkt me best wel moeilijk. Het is zeker niet makkelijk, maar wat ik heel erg belangrijk vind, is sowieso luisteren naar de ander. Mm-hmm. Als de ander zegt, hoe voel je je? Dan moet je gewoon nadenken, ja, hoe voel ik me? En dan weet je de tekst en dan ga je van, nou, ik voel me best wel kut. En dan denk je, dan moet je dat eigenlijk ook gewoon voelen. Yeah. Dus hoe ik me inleef is gewoon letterlijk de tekst beleven. Okay. En ook wat de ander zegt, is gewoon luisteren naar de ander. Ja, ik speel zelf ook toneel. Alleen, hoe leer jij altijd je tekst? Want heb je daar nog tips voor? Nou, ik heb een beetje een mazzel. Ja. Ik ben heel makkelijk met tekst. Dus echt? Ik hoef het maar te lezen 3 of 4 keer. En ik weet het. Dus ik durf daar geen tips over te geven. Dat is wel heel handig. Ja, sorry. Dat wil ik ook. Maar ik moet wel zeggen, ik lees het dan wel vaak door. Voor de zekerheid. Ja, en dat heb ik wel geleerd. Ik gebruik het zelf niet, omdat ik dus niet zoveel nodig heb. Maar ik ga niet al invullen wat ik ga spelen. Mm-hmm. Dus je leest gewoon wat er staat. Gewoon heel sec. Dus heel basic. En dan de regisseur gaat vanzelf zeggen wat hij wil. En dan kan je hem boos spelen, maar je kan hem ook verdrietig spelen. Want al is het een zinnetje, ik hou van je bijvoorbeeld. Dat kan je verdrietig spelen. Je kan in verdriet zeggen, ik hou van je. Maar ook in boosheid, ja, godverdomme, ik hou van je. Maar je kan ook zeggen van, ik hou van je. Dus zoveel verschillende manieren. Zeker. Dus ik denk dat je dat gewoon moet ontdekken op het podium. Dus tekst leren zo sec en basic mogelijk. Oké, nou, dat is dan best wel een prima tip, toch? Ja, dankjewel. Heel erg goed gedaan. Dankjewel. Leuk dat je er was. Dankjewel. Wel, hoe was het om het te zien zo voor het eerst hier bij de première? Ja, het was echt geweldig. Ik heb echt met kippenvel zitten kijken en ook bijna emotioneel. Ja, ik had echt wel even een wauw momentje. Ja, wat doet het met je? Ja, het liefst zou ik nu gewoon met zakdoekjes. Oh. Nee, maar ik was echt zo blij, man. Het lijkt zo op het boek en het is zo gaaf geworden. De liedjes zijn gaaf en het is spannend, het is eng. Mm-hmm. Ik was er heel blij mee. Wat vond je het mooiste om te zien? Het allerheftigste moment vind ik het einde als Lily in dat water ligt en die meisjes daarvoor staan. Oh, dat vind ik zo heftig, want dan is ze gewoon echt dood. Ja. En dan zie je dat alles mis is gegaan en vond ik een heel heftig einde. Heel bijzonder om te zien inderdaad. Heel mooi gemaakt ook, alle decorstukken en alle combinaties van alles. Heel cool. Ja, jij vond hem ook leuk, Mandy? Ja, ik vond hem heel erg gaaf om te zien. Want, jij had hem al gezien. Ja, natuurlijk bij de repetitie. Ja. En dan nu met alles erop en eraan is zo anders, zo speciaal. Echt heel erg leuk om te zien. Ja. En Schuld is dus het volgende boek dat cool, hè? Van Cole, dat is nu eindelijk bekend. En ik ben nu al heel erg benieuwd. Ik ook. Hoe ga je dat dan weer doen? Het is wel spannend. 3 zelfmoorden? Nee, ja. Oh, die lijkt me ook echt dood. Nog heftiger. Nog beter. Oh. Ja, echt heel erg leuk. Maar dit is echt zo mooi uitgewerkt. Ja. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja. Ah, mooi. Na het interview was er ook een trapmoment. Daar nam ik ook nog eventjes Vivienne, die boos speelde, geïnterviewd. Is alles goed gegaan? Bijna alles is goed gegaan. Voor de première ging het best wel goed. Ja, je bent helemaal blij mee, helemaal trots? Er kan altijd, er is altijd ruimte voor verbetering, maar het ging best wel goed, ja. Okay. Hoeveel repetities hebben jullie gehad voordat jullie zijn begonnen? Wij hebben 4 weken gerepeteerd. Okay. En dan 1 week gemonteerd in Veenendaal. En dan een paar try-outs en nu zijn we hier. Welk liedje vind je het leukste uit heel de musical? Want het zijn natuurlijk best wel veel liedjes. Ja, ik moet natuurlijk zeggen mijn eigen nummer. Ik vind mijn eigen nummer wel heel mooi. Maar ook dat liedje, dan zingen we allemaal Emma. Dat is met z'n vierde zo daar staan. Dat vind ik ook heel tof. Yeah. Ja, heel tof nummer. En het moeilijkste? Wat vind je het allermoeilijkste om te doen? De dronken scène. De dronken scène. Omdat ik dan eerst uit de normale scène en dan ineens dronken. En dan daarna ineens een hele andere scène. Ja, dat vind ik echt heel lastig. Dat is ook wel heel grappig om te zien. Ja? Ja. En toen was het allemaal alweer afgelopen. Ik vond het echt ontzettend gaaf om te zien. Iedereen ook super bedankt.
En Mel natuurlijk dat je ons hebt uitgenodigd. Echt, het was heel erg leuk om mee te maken. Vooral ook die repetitie, die was nog bijzonderder. Omdat wij daar natuurlijk een van de enigen waren. En het was heel erg gaaf om te zien. Het was zo goed gespeeld. Echt, die emotie kwam echt zo helemaal tot je binnen, weet je wel. Het verhaal kreeg je echt mee. En het was heel intens, want het was super dichtbij. En dan is het zo gaaf om te zien van het begin tot het eind. Dus zeg maar bij de repetitie, nog zonder kleding, zonder decor, zonder filmpjes. Gewoon eigenlijk helemaal... Ja, naakt zeg je dan, om dat zo te zien. En dan bij de première met alles erop en eraan. Echt heel erg gaaf. Ik ben nooit zo van de enge dingen. Maar ik vond dit wel gewoon een hele leuke, spannende musical. Het was wel eerst even van, oh, wat... Ja, want ik had het natuurlijk al een stukje gezien. Maar later werd het nog steeds spannender en steeds leuker. Want in combinatie met die liedjes vond ik het ook heel erg leuk. En ja, dat maakt het allemaal gewoon nog een stuk beter. Stel, het laat je ook leuk, dan kan je er nog heen gaan. Want ze spelen gewoon door heel Nederland heen. Moet je gewoon eventjes kijken bij jouw theater in de buurt. Hou mijn kanaal ook nog eventjes in de gaten. Want er komt dus een binactie met wat boeken van Mel. Ontzettend leuk. En dan zou ik jullie nu bedanken voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. Laat weten wat je ervan vond. En dan tot de volgende keer. Doei doei! Heb ik er wel een boemerang van maken? Tata! Ja! Echt zo spannend. Dat mag je ook. Ja!